Hallo allemaal. Van harte welkom bij het Van Gogh Museum. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie gezellig met ons mee? Toby en Pepper zijn alvast vooruit. En Vlinder gaat zich ergens verstoppen. Hè, Vlinder? Gaan jullie haar zoeken? Eens kijken wat we deze keer allemaal gaan doen. Toby? Pepper, waar zijn jullie? Hoi! Ah, daar zijn jullie. Kiekeboe! Kom eens kijken bij dit schilderij. Oh. Er staat een meneer op. Oh. Weten jullie wie dat is? Dat is... Nou? Ja, ik weet het wel. Dat is Vincent van Gogh. Een beroemde kunstenaar. Wat goed van jou, Toby. Vincent was a painter. He made lots of paintings. Heel goed, Pepper. Vincent was een schilder. Mm. Hij maakte heel veel schilderijen. Oh, wow. Kijk maar eens mee, kinderen. In het Van Gogh Museum hangen een heleboel schilderijen. Ze zijn gemaakt door Vincent van Gogh. En ze zijn allemaal anders. Zie je wel? Vincent's schilderijen zijn niet allemaal even groot. Maar de meeste hebben wel dezelfde vorm. Weten jullie welke vorm dat is? Hè? Welke vorm, Baks? Zijn Vincent's schilderijen rond? Een cirkel? Of zijn het driehoeken? Nee, Vincent's schilderijen zijn geen cirkels of driehoeken, Baks. Het zijn rechthoeken. Goed gezien hoor, Toby. Dit schilderij is ook van Vincent. Het heeft ook een rechte vorm. Maar zien jullie wat er anders is? It's a square! Ja, dit schilderij is vierkant. De zijkanten, de bovenkant en de onderkant zijn allemaal even lang. Oh, kijk, Baks. En dit is weer een rechthoek. Goed gezien, Toby. Hier zijn de zijkanten langer dan de onder- en bovenkant. Hey, maar dit schilderij van Vincent heeft een hele gekke vorm, Baks. Net een rondje, maar dan plat. It's the shape of an egg. Ja, de vorm van een ei. Ja, en kijk, hier is er nog zo een. De vorm is ovaal. En dat lijkt inderdaad wel een beetje op een ei. Een oval. Ja, een ovaal natuurlijk. Goed gezien hoor, Pepper en Toby. Kijk, daar staat Toby. Hij heeft iets in zijn hand. Weten jullie welke vorm dat is? Is het een rechthoek? Of is het een vierkant? Of is het een ovaal? Wat denk jij? Ja, een ovaal natuurlijk. Toby heeft een paar zonnebloemen van Vincent nageschilderd. Ze lijken er echt op, zie je wel? Mooie zonnebloemen, Toby. We gaan iets van heel dichtbij bekijken. Kijk je mee? Ik zie een heleboel vormen. Rechthoeken en vierkantjes. Een driehoek. Het is een... Ja, ik zie het. Het is een huis. It's Vincent's house. Ja, het is Vincent's huis. Van vierkanten, rechthoeken en een driehoek. Kijk eens wat een fijne kleuren. Zien jullie al wat het is? Is het soms... Nee, toch niet. Even kijken. Is het misschien een ijslolly? Een ijslolly! Lekker. Maar denken jullie echt dat het een ijslolly is? Kijk nog maar eens goed. Oh ja, nu zie ik het. Het zijn zonnebloemen. Goed gezien. En zien jullie ook welke vorm er in een zonnebloem verstopt zit? Kijk maar eens goed. Makkie, een cirkel, Baks. Goed zo, Toby. Juist, er zit een cirkel in de bloem. Just as round as the sun. Ja, net zo rond als de zon. En daarom heten ze natuurlijk ook zonnebloemen. Mooi gezegd hoor, Pepper.
We gaan weer een kijkspel doen vandaag. Toby, kom er maar bij. Hoi. Weten jullie het antwoord op de volgende vraag? Op welk schilderij zie je een cirkel? Een cirkel. Kijk maar eens goed. Is het het schilderij met die meneer in het korenveld? Of het schilderij met de huizen erop? Weten jullie het al? Het schilderij links. Yes, the painting on the left. Goed gezien hoor. Op het andere schilderij zag je vierkanten en rechthoeken. Op dit schilderij staat een cirkel. Het is de zon, zie je wel? Lekker warm hoor. Kijk nou eens wat een mooie kleuren. Hier is iemand lekker met krijtjes aan het tekenen, zie je dat? Ik denk dat het een huis wordt. Ja, een huis. En zie je dat, Box? Het huis is een vierkant met een driehoek erop. Net als bij Vincent. Oh, dat heb je goed onthouden, Toby. Oh, en kijk eens. Boven dit huis schijnt de zon. Lekker warm, hoor. Kijk, daar vliegt Pepper. Oeh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor mij zoeken? Dit is Vincent's schilderij met die bijzondere vorm, weet je nog? Een ovaal. Zien jullie wat erop staat? Een mandje met bloembolletjes. De bolletjes zijn rond en er komen al sprietjes uit. Eens kijken, waar is de veer gebleven? Aha, gevonden. Daar is het veertje van Pepper. Met rechthoekjes, vierkantjes en driehoekjes kun je van alles maken. In Vincent's schilderijen zie je ze ook. Kijk maar eens naar deze puzzel. Oh, leuke puzzel. Wat zou dit zijn? Hebben jullie al rechthoeken, vierkanten of driehoekjes gezien, kinderen? Kijk maar eens goed. Zijn het misschien... Ja, het zijn de huisjes, Box. Kijk maar. Je hebt gelijk hoor, Toby. Vincent schilderde hier een heleboel huisjes bij elkaar. Het is een dorpje. En hij schilderde er ook een soort rondjes bij, Box. Zie je dat? Allemaal bloemkolen. Bloemkolen? Toby, volgens mij zijn dat bomen en struiken, hoor. Bij schilderijen mag je van alles verzinnen. Stel je eens voor dat we in een van Vincent's schilderijen konden stappen. Wat zouden we dan allemaal zien en horen? Toby neemt zijn verrekijker mee. Daar kan je heel ver mee kijken. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Oh, we zijn buiten, Box. Buiten zijn is fijn, hè, kinderen? Vertel maar eens wat je allemaal ziet, Toby. Ik zie wandelende mensen en kale bomen. Oh, kijk hier eens. Een molen. Een windmill. Oh, er is zoveel te zien. Inderdaad, Toby. Er is heel veel te zien op dit schilderij. En jij, Pepper? Wat zie jij? I see circles and squares and rectangles. Ja, cirkels en vierkanten en rechthoeken. Je hebt gelijk hoor, Pepper. Ook dit schilderij van Vincent zit vol met vormen. Hebben jullie ze ook gezien, kinderen? Wat hebben we weer veel ontdekt, vinden jullie niet? Ah, daar hebben we Vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij Vlinder kunnen vinden? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Hè, Pepper? Zullen we eens kijken waar? Ach, kijk nou eens. Vlinder zat verstopt bij het kijkspel met Toby. Had jij haar ook al gevonden? Nee? Dan kun je het filmpje gewoon nog een keer bekijken. Wat hebben we weer veel mooie schilderijen gezien, hè, kinderen? We zagen dat Vincent daar veel vorm in verstopte. Dat hij cirkels en rechthoeken schilderde, driehoeken, vierkanten. En we zijn op ontdekkingsreis geweest in een schilderij. Dit mooie schilderij hangen we op als herinnering. Zo, die hangt goed. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende keer. Dan gaan we weer spelletjes spelen en op zoek naar nog veel meer schilderijen van Vincent. Dag! Dag! Bye, bye.